En hoe smaakt het? Heerlijk, echt ja. Breda Nu. Je weet het meteen. Het is zover. Bram Gourmetfried is gekomen naar Breda. En om dat in te luiden, zijn ze begonnen met een Brams Experience Day. En de Experience Day, wat is dat voor concept? Ja, goed, we willen mensen natuurlijk kennis laten maken met het hele principe. Dat deden we eigenlijk al bij de Bramartage. En hadden een soort van apenoogstdag. We hadden de mensen echt naar de boerderij toe om te laten zien waar komt die aardappel vandaan. Nou ja, dat is hier wat moeilijker natuurlijk. Maar goed, we hebben hier dan wel het snijapparaat. We laten de mensen die aardappel snijden. Kijk hoe dat gaat met de hand, kinderen. En ja, we staan dan lekker die stoven te maken. Ja, we hebben natuurlijk niet alles bij de hand, maar we hebben de Green Egg. En dan maken we echt een stoofje, eventjes zoals die de eerste keer gemaakt is, zeg maar, als we hem zelf gaan testen. We waren lekker aan het shoppen en toen dachten jullie, hé. Ja, we gaan toch even een lekkere frietje eten. Ja. En hoe smaakt het? Heerlijk, echt ja. Echt lekkere friet hoor. Kun je mij vertellen wat dat groene ding is? Dit is een Green Egg. En wat doet dat? Ja, wat het doet, goed, we proberen vandaag een beleving te geven. Een experience, zoals we dat heet, zeg maar. En hier bereiden we een verse stoof op. Ik heb een currystoof gemaakt. En ik heb nu wat lekkere curryworstjes op de grill liggen. Die ik dan nog erbij leg als extra bite. Wij kennen Bramladage, maar wij kennen nu ook natuurlijk Brams. Hè. Dit is Brams. Bramladage, dat is een heel ander concept. Daar verkopen ze snacks en allerlei soorten dingen. En bij Brams, daar verkopen ze alleen maar de stoofvlees. De stoofvlees, gerechtjes met vlees of vegetarisch. Ja. Is het lekker? Ja, het is heerlijk. Echt weer wat anders dan een frikandel speciaal, of niet? Jazeker, dit is die met curryworst. En lekker sausje over de patatjes, heerlijk. Brokkel, even iets anders, hè? Hier staat friet. Ja. Nee, ja, we hebben echt wel daarover nagedacht natuurlijk. Want ja, boven de rivieren, het is allemaal patat, patat, patat natuurlijk. En dan hebben we 50 jaar patat. Maar ja, we gaan maar naar beneden. Ja, dan moet je natuurlijk... Moet ja, patat, wat is dat? Ja, dat... ja, friet. Wat zeggen jullie? Patat of friet? Patat. En jij? Friet. Oké. En waarom? Ja, weet ik niet eigenlijk. Ja. Ja, het is heel stom. Dat is wat mijn ouders vroeger altijd zeiden, denk ik. Jij ook? Ik niet. Jawel. Nee, in Amsterdam zeggen we patat. Ja, maar hier friet. Patat of friet? Friet natuurlijk. Bredana toch? Brabant zeggen ze friet. En wat vindt u? Patat of friet? Nou, ik kom eigenlijk van boven de grote rivieren. Maar ik woon hier nou al met zoveel plezier dat het voor mij ook friet zijn. Voor de mensen die er niet bij waren vandaag... Kunnen we je nog een keer proeven? Ja, nee, uiteraard. Je kan iedere dag terugkomen. We zijn er 7 dagen per week. En voorlopig, voorlopig gaan we hier niet weg. Breda Nu. Je weet het meteen.